Jens Michael, normaal is FC Groningen trots van de Noorden. Ja. Vandaag ben jij het. Wat vond je van je partij, man? Ja, ik vond het goed. Het was mijn best gedaan. Ik heb publiek een knock-out gegeven, dus daar ben ik heel blij om. Ja. Ja, je gaf natuurlijk hier vooraan, dan mocht je deze partij niet winnen, dat je misschien andere plannen zou hebben. En hoe zit je er nu in? Ja, daar ben ik over aan het nadenken. Dus we zien het wel. Maar verder nog geen concrete plannen van. Voelt het wel alsof er misschien nog wel wat partijen mee kan voor jouw gevoel? Hoe zei je dat, sorry? Als je nog een gevoel hebt dat je nog een partij kan draaien. Ja, natuurlijk kan ik wel een partij draaien, maar het ligt aan wat Glory voor een bot heeft voor mij. En we zien het wel, klaar. Ik ga eerst even genieten hiervan en dan gaan we het wel zien. Absoluut, maar absoluut. Maar je gaat net dus aan, hangt vanaf dus wat Glory wil, maar kan ik dus dan vanuit gaan dat je Glory contract, dat dit de laatste partij is op je contract? Zoiets, ja. Okay. Voor de rest, heb je nog een boodschap voor de mensen in 050? Die waarschijnlijk, want volgens mij ben je de enige Groninger die vecht bij Glory. Dus ik heb wel het druk van het hele Noorden op je schouders. Ja, ik wil iedereen bedanken. Alle fans die mij steunen en de fans hier ook natuurlijk. En ja man, allemaal bedankt. Graag gedaan en ik hoop je snel weer te zien in de ring. Dank je.